Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, biedt in vergelijking met het buitenland aan veel meer patiënten de gelegenheid te dialyseren. Dit zei AZP-directeur Claudia Marika Redan de vorige week op een persconferentie. Deze persbijeenkomst is gehouden in verband met de eerste historische en succesvolle niertransplantatie in het AZP. Volgens Marika Redan kunnen de Surinaamse nierpatiënten hun leven op een normale manier voortzetten, ondanks het feit dat de kosten voor het dialyseren heel erg kunnen oplopen. Niet een jaar, twee jaar, drie jaar, maar mensen kunnen ook 10 jaar zelf dialyseren. En als je het allemaal optelt wat dat kost, niet alleen dialyseren, ook ziekenhuisopname, medicatie, is het ten opzichte van als je dit zo transplanteert, ten opzichte van een healthy lifestyle inzetten, heb je dus uiteindelijk veel meer uitgegeven. Dus vandaar dat dokter Guy ook gezegd heeft, ten opzichte van kijken wat er gebeurt in andere landen, dat wij dus hier op een gegeven moment ook wel met gemak, feitelijk zonder als ik het even mag verwoorden van dokter Poenwassi, dat wij geen screening hebben. Als de nefrologen die in Suriname hier werkzaam zijn, de internisten aangeven van hé, u moet dus nu ready gemaakt om te dialyseren en er is plek, komt u aan een dialyse apparaat te zitten. Begrijpt u? Vroeger was het hier dat er gescreend werd. Anderhand screent men ook nog steeds. Dus vandaar dat men op een gegeven moment gezegd heeft, als je dus kijkt naar de manier hoe wij hier zo omgaan met patiënten die dialysebehoevend zijn, rekening houden bij de kosten, dat wij toch op een gegeven moment vanuit die overheid het voor zorg dragen dat ze dus gedialyseerd kunnen worden. Volgens de AZP-directeur is het belangrijk omdat het volgens haar heel veel geld kost om zo een dialysepatiënt in leven te houden. Op de vraag hoe de donor en ontvanger van de niertransplantatie verder moeten leven, gaf de transplantatiechirurg Stephen Guy aan dat de nierpatiënt in principe geen goede, nog gezonde levensstijl had. Hij illustreert dat met het voorbeeld dat zo'n persoon 2 tot 3 keer in de week moet dialyseren, hetgeen maakt dat ze niet tot veel meer in staat zijn. Met het ontvangen van een nieuwe nier komt daar verandering in, zegt Guy. With the kidney, their body is getting, you know, the kidney is cleaning their body 24 hours a day, 7 days a week. And they feel good. They have a good sense of well-being. They often don't even need pain medication after the surgery. So for them, it's fantastic. They get up, they walk around, they feel amazing, they go back to work, and they contribute to their family, to the society. The donor, it's the same thing. The donor can go back and do whatever they were doing before. If they're working, whatever their profession was, they can do that. So there's no change in the activity. Lifestyle modification is very important for everyone, not just transplant. So there is an epidemic of diabetes and hypertension. So some of the work we have done in other countries, mainly in India, we have shown 25% of the population, although their socioeconomic condition is low, they have diabetes, hypertension, or combination, and about 8% incidence of kidney failure. So all that has to be taken into account. Transplantatiechirurg Rahul Jindal en daarvoor Stephen Guy. Beide zijn onderdeel van het Amerikaanse team van medische specialisten dat het Surinaamse team heeft geassisteerd bij de eerste niertransplantatie die op 27 augustus in Suriname is verricht. Zowel de donor als de ontvanger van de nier maken het goed.